Mijn naam is Gerard Koopman en ik ben hier dus sinds 1997 neergestreken. En mijn droom is hier uitgekomen op duivensportgebied. Ja, ik ben eigenlijk prof. Ik betaal belasting. Maar eigenlijk voel ik me niet een prof in de zin van... ik voel me altijd nog een jeugdige sportman eigenlijk. Ja, je moet een beetje misschien zien als we 100 jonge duiven kweken. Dan komen er 2-3 jaar misschien 4 of 5 bovendrijven die echt goed zijn. En die komen hier weer naartoe. Tegenwoordig willen de mensen graag DNA-testen bij hebben. En ook uit respect voor mensen die veel geld betalen, moet er ook gewoon correct zijn. En dus daarom hebben ze ook wel apart zitten. En ook voor de veiligheid. Hier zitten ze boven huis. We hebben één keer diefstal gehad. Ja, dat wil je liever niet weer. Het is mijn levenswerk, het is mijn handel. Je hele familie wordt 100 jaar oud. Die andere is maar 50 jaar allemaal vertrokken. Daar zie je al, dat is een sterke familie of een minder sterke familie. Dus ja, waarom zouden die dan anders zijn? Dus daar heb ik me altijd aan vastgehouden. Daar ben ik goed mee geweest. Dus daar blijf ik maar gewoon bij. In Drenthe zijn misschien 10.000 voetballertjes, maar er zijn misschien 2 of 3 die straks misschien bij Ajax voetballen en die anderen niet. Maar die hebben misschien plezier aan de sport. Maar als je de lat hoog legt, blijven er niet veel mensen meer over. Talentvolle mensen. Maar dat is nog één keer zo. Dat is altijd zo geweest en zal ook zo blijven. Dus eigenlijk een duif die regelmatig is en ook een eerste kan vliegen. Dat is eigenlijk dan dus een asduif of een impiaderduif. Dat trekt mij nog wel en dat is ook denk ik belangrijk voor de kweek. Dat je dus zeker weet eigenlijk, ik heb eigenlijk de vluchten nodig om erachter te komen dat het eigenlijk niet een lucky shot is, maar dat het dus een kampioen is doordat hij vaak goed speelt. En dat is voor mij belangrijk voor de kweek. Een duif die 5 jaar goed speelde en het 5e jaar net zo goed als jaarling of als jonge duif. Maar met andere woorden zou je kunnen zeggen van streng selecteren, dat is ook misschien een ander woord ervoor. De eerste keer dat ik misschien 30 jaar geleden hoorde ik eens iemand van een Chinees of Japaner. Die was bij, in ieder geval bij een man in Zeeland, die niet super bekend was, zeg maar. Wel bekend in ons land, maar niet een super kampioen was. Die man was de enige die in China adverteerde. Dus er was maar één adres voor die Chinezen, dat was die meneer in Zeeland. En dat was voor mij, ik denk van ja, ik speel misschien wel goed, maar ik moet misschien ook eens dan mijn naam bekendmaken. Nou, die Chinees weet niet dat ik hier goed vlieg. Jan Hermans, dat is ook een makelaar van de Duif, dat is een duivenmagazine en ook makelaar. Die heeft mij ook de kans gegeven om met een groep een keer mee te gaan naar China. Die heeft me ook in de keuken laten kijken van de internationale duivenwereld. Ik heb een paar keer geadverteerd en mijn naam is misschien redelijk bekend. En zo ja, ben ik op die kar gesprongen, zeg maar. Kwalitatief gezien is China denk ik op borden voor kwaliteit. Alleen de melkers zelf die hebben nog een lange weg te gaan. Die hebben dus niet van, ja, misschien van 150 jaar in België of in Nederland, die historie hebben ze daar dus niet. Dus daarom soms ook een probleem kopen hier, denk ik. Dat ze dus hier wel weten van, ja, de selectie is hier strenger misschien. Door de duiven heb je dus veel mogen andere landen zien. En echt met eigen ogen arme landen gezien. Ja, daar ben ik eigenlijk meer dankbaar als dat ik trots ben. Tuurlijk, ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb 's morgens ook kranten gevent in de kou om 5 uur 's morgens. Dus we zijn niet, het is niet aankomen waaien. Maar ik zie er ook een beetje zo van, ik heb ook de tijd gehad. Ik heb in een goed land gewoond. Ik heb de gezondheid gehad om het te doen. Dus eigenlijk 9 van 10 is eigenlijk, ben ik eigenlijk dankbaar.